Het deuntje, dat wordt nooit vervelend. Goedemiddag allemaal. Eigenlijk goede avond, want het is 7:30. Welkom bij de tweede livestream van Partners in Time. Ik ben weer jullie enige echte Zeep. Ik heb dit spel voor de eerste keer gelivestreamd. Toen heb ik de vraag gesteld van zouden jullie dat leuk vinden als dat een doorlopende serie zou worden en dat ik dat zou uploaden op YouTube. Heel veel mensen reageerden er enorm, niet problematisch, maar heel erg positief over. Hoezo kom je nog op problematisch? Maakt niet uit. En dan gaan we dus zeg maar gewoon met part 2 van livestreamen. Dus we hebben onze gezellige chat erbij. Ik zie Snoopy Timmermans, Robinski Games, Hannetje, Tomboy, GameTubertje. En die zie ik nou op dit moment eventjes. Dus ik zie niet helaas de andere op dit moment. Maar zoals jullie zien, we hebben een nieuwe setup. Ik heb een nieuwe webcam. Nou zullen we dus niet meer het duisternisprobleem hebben. Mocht het donker gaan worden. Voor de mensen die de Agario video hebben gezien, die weten al waar, hoe en wat en wanneer. Maar voor de mensen die het niet hebben gezien, zal ik het nog een keer zeggen. Dit heb ik te danken aan mijn lieve mamoeske. Mijn moeder die vroeg aan mij voor mijn verjaardag wat ik daar eigenlijk voor zou willen hebben. Dat vroeg ze ruim van tevoren, want mijn verjaardag is pas in november. En toen zei ik van, ik heb een webcam probleem. Het wordt heel erg snel donker. En ik heb best wel met livestreams dat ik best wel, als het donker wordt, dat ik daar best wel problemen mee heb. En toen kwam mijn moeder aan van, dan weet ik voor je verjaardag. Dus ik denk bij mij, in november heb ik dan een nieuwe camera. Nee, ik had hem al gelijk de volgende dag binnen. Dus vandaar dat we dus nou een betere facecam hebben als ooit van tevoren. Mijn oude facecam die ik eerst gebruikte, die was namelijk al 6 jaar oud. Dus vandaar. Maar goed, hallo Jan Barend. Wij gaan gewoon beginnen, want mensen die zitten echt zo wel te wachten. Nou, vorige keer zijn we op level 6 gebleven. The Vim Factory's been breached. Keep up the good work, defeat the shrubs, and recover the Cobalt Star Shard. Oké, dan gaan we dat maar eens doen. Ik drukte op de verkeerde knop. Ik lees hier nou van Snoopy Timmermans, hoe lang gaan we streamen? Nou, de vorige livestream die was, die was 2 uur. Dus ik denk dat ik deze ook om nabij de 2 uur wil houden. Zodat we dus, zeg maar, wel, dat mensen die, zeg maar, de stream niet hebben kunnen volgen, niet zo lang. Ik bedoel, 2 uur is behoorlijk lang. Dus, op het moment dat we dan, zeg maar, gaan livestreamen, dan, 2 uur, hou het op 2 uur. Laten we het gewoon op 2 uur houden. Nou, ik hoop, beste kijkers, kunnen jullie me heel eventjes feedback geven over of jullie het gamegeluid kunnen horen. En of jullie mijn audio horen, daar goed kunnen horen. Dus mocht er nog een ding zijn veranderd worden. Nogmaals, het is ook voor YouTube, dus feedback is hartstikke welkom. En ondertussen gaan wij dus richting deze plek. En hallo, Jan Evert 12. Welkom in de livestream, / YouTube stream, / hoe je het ook wil noemen. And we have respected unknown intruders to be hexed by us lead hammer bros. We are the Swoop allies. We rock to you and then ruffle, then you and cry. Dus, op dit moment is alles goed. De Towler is op het moment op vakantie, zover ik weet. We receive orders through antennas on this lead helmet. They are hotness. We must obey all orders. We like to pwn noobs for the master rupzors. Dus, en zie ik het wanneer je moet een spoiler zetten als je een spoiler zet. Hè, wat? Dus ik zet geen spoilers, hè? Ik zet nooit spoilers, joh. You is noobs, bros is lead. Prepare for total porridge. Wood, 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 wood. En nou komt er een gigantische neus onze kant op. Dus dankjewel voor de feedback, jongens. Ja, ik heb af en toe nog steeds het gevoel dat daar mijn camera staat, terwijl mijn camera nou recht voor mijn neus staat. Dus u is noobs, ja. Het is een beetje inderdaad. Oké, dus de Mario Bros die zijn dus ontvoerd door neusgaten. En nou hebben we dus de baby's die dus zeg maar de dag moeten rennen. Noobs still are not pwned. Continue pwnership until all noobs are pwned. Die gasten die praten raar. The escape is impossible. We are too lead. We own yo. You will get flat zored by our lead hammers. Oké, dus we moeten de hammer bros gaan slaan. Nou ja, dit is eigenlijk best wel makkelijk. We moeten goed even uitkijken. Oké, als hij zijn hamer kwijtraakt, dan wil je dus niet springen.
En als hij zijn hamer wel heeft, dan moet je wel springen en dan kun je hem goed counteren. Goed, de makkelijkste manier om ze aan te vallen is eigenlijk gewoon met een green shell. Green shell is namelijk de makkelijkste en de meeste schade mee. En ik faal gelijk. Dit gaat al geweldig. Oh mijn god, dit gaat helemaal geweldig. Ik moet er echt in komen. Ik heb Paper Jam Bros kunnen spelen. En zoals ik al zei, die lady is verschrikkelijk. Oké, raakt u weer zijn hamer kwijt? Nee. Oké, poef. Oké, ik moet er even in komen. Want ik heb de laatste keer, dat was te vroeg. Oeh, 1 HP. Eventjes een mushroompje voor Baby Mario. Nee, ik heb de vorige keer heb ik namelijk weer op de DS zelf zitten spelen. En ja, jullie weten het, is een emulator. Ik heb geen emulator, ik heb de kaart verhaal te scannen ondertussen wel. Maar op de emulator daar heb je dus een gigantische delay. En daardoor zijn die action commands best wel lastig om te doen. Dus beter te vroeg dan te laat. Oké, nou gaat hij lekker. Oh. Freeze drops. Dit gaat goed, dit gaat goed, dit gaat goed, dit gaat goed. Nice. Oké, dat is beter. Hoppakee. Bone Age, lead in je neus. Even wachten, die chat loopt niet goed mee. Even wachten, jongens. Zo, nou dan moet hij goed lopen. Oké. Even kijken. Nee, ik wil de green shell gebruiken. Weet je wat, we hebben nog niet echt fireblow... flowers gebruikt. Laten we die gewoon gebruiken. Dat is lachen. Kunnen we button bashen? Ik ben heel erg goed in button bashen als jullie dat nog niet door hadden. Oké, nou, Green Shell lijkt me toch iets meer damage te doen, dus hallo Luigi player! Welkom in de livestream! Dit is gezelligheid. Gezelligheid kent geen tijd. Oké, nou. Ik had daar een lucky. Dat is alleen maar gunstig. Ben je al verslagen? Ach, man. Wee! G. Mario die doet... Baby Mario die doet iets meer schaap. Nee, ik wil niet. Ik wil gewoon normaal... Ja, laten we weer een green screen doen. Een green shell doen. Go. Oké, de eerste die... Je had nog maar 5 nodig. Nou dan gaan we jou nou verslaan. Echt, mijn power die moet echt flink hoger worden, want dit duurt nogal. Oké. Dan probeer ik op de chat te letten. Oh, poep. Poep. Oké, even kijken. Zelfde player. Nee, als ik bijvoorbeeld iets vraag, maar dat is een spoiler, moet ik dan spoiler alert voor mijn berichtje zetten? Nou, het probleem is, het is een live chat, het is een livestream, dus als er een spoiler in zit, ja, dat kunnen we niet echt wegcensureren. Dus ja, dat... ik denk niet dat er echt, ja, spoilers... Probeer een beetje, zeg maar, bij de tijdlijn te blijven en dan zal alles wel goed komen eigenlijk. Dus op het moment zijn we nou bij de Hammer Bros, dus alles wat daar voorgaand is gebeurd, daar mag je gewoon over praten. Maar probeer spoilers zo min mogelijk te houden, zodat het leuk blijft voor alle kijkers die het spel eigenlijk nog nooit gespeeld hebben. En deze timing die gaat zo erg verkeerd. Oké, laten we gewoon I doen. En hopelijk hebben we hem nou verslagen, want deze zijn nogal moeilijk om te dodgen. En ik heb geen props van hier tot mijn kinder. Niet op de stream, maar van het spel. En dat maakt de timing zo moeilijk om te doen. Oké. Normaal gesproken ben ik hier erg pro in. Dan heb je een ander item en die kan oneindig doorgaan. Dus, oké, wacht. Oh, als hij springt. Oh, ik dacht dat hij sprong tot hij... Nee, maakt niet uit. Eerst een mushroom. Ik neem echt heel veel damage. Dat is niet goed. Laten we weer een green shell. Dit gebekt gaat... We won! Oh ja, daar hebben jullie helemaal gelijk. En dan moet ik nog eigenlijk laten showen. Waar is mijn DS? Damn it. Waar is mijn 3DS? Ja. Hun antenne is gebroken. Ik moet heel even snel, jongens. Ik moet heel even... Ja, het is live. Ik weet het. Heel vervelend. Zit hierin? Nope. Oh, daar ligt die. YouTube die denkt nou van waar de hel is hij mee bezig, maar... Ja.
Hij moet geshowt worden. Hij moet geshowt worden. Nou, op zich is dat niet zo, aangezien dat je hebt oorspronkelijk het spel. Maar nog ben ik er liever geen echte voorstander van. Dus ik heb het er met Nintendo over gehad. En Nintendo zei ook al van ja, het probleem is, we hebben daar nog niet echt een makkelijke manier voor om het te capturen. Dus, maar goed, in ieder geval. Hey, my bro too. Talk about lucky. I mean, did you hear about what was coming out of my mouth? I know, dude. Seriously, who talks like that? Anyway, think these thoughts read us. You think? Your little tatter stretch our antennas? Is dat een Yoshi op de bank? Nee, dat is een tas. Daar staat mijn oude equipment in. Dat is geen Yoshi. Ik heb wel een Pikachu hier bij me trouwens. Kijk hier, een Pikachu. De pratende Pikachu. Dus... Oké, nou... Right on, seriously, thanks. You saved our bacon. Oké. We were not right in the head. Nou, dat kon je ook wel zeggen. So listen, you gotta let us thank you by hooking up you up with these spare hammers. Nou, dat is helemaal wel. Ik neem even een slokje drinken. You got hammers, I got drinks. Yay! Oké, nou. Een beetje proberen progress te krijgen. Jongen, bij Agario zat ik aan de koffie en nu zit ik aan de cola. Het is wat. Now you can be hammer bros. We better teach you how to use them first. Joepie, dat is waar we op zitten te wachten. Nog meer tutorial. Ready to learn the ABC's of hammering stuff. We'll explain from up top. So, open those eyes, guys. Als je iets uitlegt, moeten we dan niet luisteren met onze oren en niet met onze... Nee, maakt niet uit. Laten we gewoon verder gaan. Okay, here's step one. Jongens, ik ga dit nog niet eens gewoon in het Engels voice acten. Ik ga dit gewoon in het Nederlands zeggen. Op het moment dat wij nou op R drukken, dan zien wij dus zeg maar een hamer-icoontje verschijnen voor de X- en Y-combo's in plaats van te springen. Waardoor dat dus Baby Mario en Baby Luigi de ability hebben om dus de hamers te gebruiken. Dit is enorm handig om dus zeg maar een first strike aanval te krijgen op spike enemies. Of om nog eens een keer obstakels te raken terwijl dat we aan het lopen zijn. Dus dan kunnen we hier dus gewoon heel erg rustig hier alles eventjes whacken. Oftewel dan kunnen we hier, want hier zouden we anders niet overheen kunnen springen. Ik wil het heel eventjes nachecken, dus Alright, you're a natural kid. And now it's time to learn you about the second hammer action. Yep, dus zoals je net zag bij de Baby Luigi icon, daar zie je een geel tornadootje staan. En op het moment dat je die gebruikt, dan kunnen de Baby Mario Bros. Die kunnen dan onder de grond kruipen. Dus mocht er dus zeg maar zoiets zijn dat je dus ja, een dicht hek hebt of iets, dan kun je er dus zeg maar zo onderdoor kruipen en hoef je dus niet bang te zijn. Het probleem is wel de ijzer zeg maar. In ijzer dan kun je niet onder de grond gaan, dus ja, daar moet je dan zeg maar bovengronds verblijven en hier moeten we de hamers blijven gebruiken. One thing for I've got, you can tunnel into... Ja, dat heb ik net uitgelegd, heel erg fijn, dus Oké. Nou, ik snap wel waarom dat ze nou een tutorial erbij gooien, maar... Aan de andere kant, ja, we zitten al 2 uur in het spel. Eigenlijk alweer 2 uur en zoveel minuten, dus... Oké, en... Ziet hem daar nou op dat blokje zitten? So ended the hammer practice, little buds. Oh wait, we got one last bit of special info for you. While you're adventuring, look for suspicious marks. We have one of these marks drill underneath it and then pop out. If you come up, you can then get a bean. Beans are amazing. Dat vertellen we later wel. Dus goed, we kunnen dus nou op zoek zeg maar, naar beans. Dat zijn die kruisjes volgens mij met in de eerste livestream ook al uitgelegd. Maar als ik me niet vergis zitten er een paar hier. Dus ik ga heel eventjes kijken. Hebben we hier een kruisje? Hier een kruisje? Ik zie niet. Nou ja, oké, dan kunnen we gewoon verder. Dus we hebben een beetje een klein dolof waar we nou naartoe moeten gaan. Even kijken. Dus ja, we hebben nou zeg maar tot we nou de nieuwe ability heel veel moeten gaan gebruiken. En tot het recht even ingevreven wordt van... Ja, zo werkt het. Vergeet het niet. En aan de ene kant is het wel handig. Maar aan de andere kant denk ik bij mij van... Jongens, dat is nergens voor nodig. Hier hebben we zo'n mark waar ik het over had. Of waar de Hammer Bros het over hadden. En dan krijgen we dus een bean. Een bean is een soort van currency die we later kunnen gebruiken. Nou, hier kunnen we dus zeg maar weer onder de tunnel doorgraven. En dan krijgen we hier een mooie mushroom. Of eigenlijk 3 mushrooms. Dus... Gaat Dark Player nog eens Final Fantasy 9 doen? Of is dat Final Fantasy 11? Even wachten. Volgens mij is dat 11.
Dat is Elf. En Darkplayer was een karakter die af en toe nog een keer voorkomt. Hij komt bij sommige evenementen voor Gamepit nog een keer langs. Maar echt om hem bij heel veel Let's Plays weer te gooien... Nee, ik heb niet echt plannen daarvoor. Ik bedoel, het was leuk op sommige momenten, maar... Ja, we zijn ondertussen weer verder. Ik wou weer die boeken kijken, zeg ik weer. Maar we zijn weer iets verder, dus... Oké, nou, we kunnen hier... Daar zijn we in geweest en dan hebben we daar een... Ik zit meer naar de chat te kijken. Ik moet echt even opletten wat ik allemaal niet aan het doen ben. Volgens mij hebben we nou een deur open gegaan hier ergens. Oh nee, we hebben nou dat rode plateautje en dan moeten we hier nog een blauw plateautje zien te openen. Kan ik hier... Oh, wacht, dan moet ik wel... Oh ja, ik moet er nou over springen. Oh. Dat doen wij via deze kant. Ik moet wel even nadenken, jongens. Ik en nadenken, hoe is het mogelijk, hè? Oké, dan gaan we hier naartoe. En hier moeten we dan overheen springen. En dan hebben we hier de schakelaar. En nu zorgt ervoor dat het plateautje open gaat. En dan kunnen we dus daar naar binnen toe. Dat wordt leuk, dus... Light player. Is dat niet gewoon dezelfde player eigenlijk? Want ik bedoel, je hebt een duistere versie ondertussen van alles. Dus ik dacht dat Dark player eigenlijk een beetje de duistere versie was van Zelda player. Tenminste, zo'n idee had ik bij het commando. Dus. Oké, nou hebben we Refreshing Herbs. Dat is een soort antidote. En ik vind het wel grappig eigenlijk hoe dat we hier dus zeg maar lekker rondhoppelen. En Oh god. Oké. Hey, buds, how gaat ie? Check it out. Now we'll teach you how to find when your hammer's like we do. Nog meer tutorial. Oké, nou dan moeten we dus de hamer selecteren. En als we de hamer selecteren, dan moeten we op het juiste moment moeten we op X drukken. Wanneer dat begint te schudden. En dan doe je dus zeg maar, schade zeg maar met de hamer. Nou, dat doe je precies hetzelfde als met Baby Luigi. Alleen dan gebruik je de I-knop, omdat Baby Luigi die bestuur je met de I-knop. En als je gaat counteren, dan precies hetzelfde. Dan moet je X vasthouden en op het moment dat ze springt, dan wil je dus zeg maar de hamer loslaten. En zo wil je dan hun raken. Heel erg makkelijk eigenlijk. En ja, zo moet je ze dus zeg maar verslaan dus. Oké, nou, eerst even deze gast dan even te halen. Volgens mij is deze gewoon Spiny's. Spiny Shroopa. Gewoon de shiny versie van... Hachaka! Nou, echt serieus. Baby Luigi, jij moet aan je power werken, jongen. Oké, nou. Die machines zijn creepy. Check die ogen. Welke ogen? Ik bedoel, dat zijn geen machines, hè. Dat zijn gewoon Spinies. Oké, nou, en als je dus zeg maar een first strike doet met een hamer, dan heb je kans dat je vijanden gedazed worden. En deze zorgt ervoor dat ze zeg maar één beurt niet aan kunnen vallen of meerdere beurten niet aan kunnen vallen. Zoals je nou ziet, Baby Mario kan gelijk weer aanvallen en zo kunnen ze dus verslaan zonder dat we bang moeten zijn voor iets. Dus... Ik weet niet over welke ogen dat ze moeten hebben. Oké, level up. Eens kijken of we weer kunnen screwen met onze power, want ik ben hier ook zo goed in. Power is het niet waard. Defense? Nou, daar zitten wel drie in. Oké. Echt, het is zo lastig, jongens. Op de oorspronkelijke DS is het wat makkelijker. Oké. Jouw power... Oh, ik zie vier. Hier, zie je? Weer te laat. Verschrikkelijk. Ik probeer het echt. Ik doe echt mijn best, jongens, maar... deze controle wil gewoon niet soms meewerken. Mushroom drop, die zijn altijd handig. Dat zijn eigenlijk de nuts die we in de vorige Mario Paper en de Mario dingen hadden, dus... Oké, nou, jou eventjes uitschakelen, dat is net zo makkelijk. Concentratie is key. Ja, alleen de delay die zorgt ervoor dat ik het niet zo goed doe, helaas. Hoppakee. Net zoals Agario vandaag. Nou ja, eigenlijk voor de YouTubers gisteren, maar ja, het was eigenlijk vandaag de nieuwe video en dat was eigenlijk ook wel hilarisch. Oké, nou, dan zijn we hier uitgekomen en nou vraag ik mij af, daar hebben we een... De weg die we moeten hebben, maar je kunt er ook nog naar beneden toe. Wel, eigenlijk eens kijken wat daar beneden zit. Volgens mij laten daar heel veel beans. Ik wou jou eigenlijk niet hier. Nou, zo niet lief. Ga dood, ga heen. Ga heen, kom niet meer terug en blijf weg. Auw. GameTubertje is nou hosting you. Hè, hoe, wat? Dat leidde mij af, GameTubertje, wat doe jij? Waar ben je mee bezig? Ik snap het niet meer. Ik raak in de war. Oké, nou. Volgens mij staat hier heel veel beans en een vraagteken. Bla! Of weer zo'n spiny.
Oké, nou, gewoon even hameren met die af. Oh, we hebben hem gedazed. Mooi. Nu hoef ik hem even niet meer uit te kijken. Of hebben ze allebei gedazed? Nog beter. Oké. En go. Nice. Ah, pas erop, hè. Ik vind het wel leuk hoe ik bij Baby Mario ook echt zeg, met een petje gewoon helemaal meedraaien. Dat is eigenlijk best wel komisch. Dus, ach ja. Oké, nou, we hebben hier dus zeg maar weer zo'n extra pien. Dan had ik er dus wel gelijk in. Volgens mij staat hier... Juist. Nee, die moet... Unarmed jeans. Oh, zijn die boeiend? Moet ik wel eens eventjes kijken. Wat motten gaan nou weer? Sorry to disturb you at this time. I want to teach you about to count beans. Please press A. En dan. Kijk, zo zie je hoeveel beans dat je hebt. Dat is alles wat ik... Oh, nou, dankjewel voor die informatie. Die dingen doen me denken aan slotmachines en dat doet me denken aan gisteren mijn vrienden twee keer achter elkaar de hoofdprijs gedraaid in Walibi. Nou, dat is wel leuk. Oké, maar ik wil heel eventjes bij equipment kijken, dus... Want wij hebben een nieuwe broek gevonden. De... Unarmed jeans? Nee, ja. Maar die hebben wij al. Je hebt de silky pants. Nee. Hou het maar zoals dat het nou is. Zo is het goed. Zo is het goed. Hou zo. Niks meer aan doen. Oké, nou, ik zie geen extra marks meer, dus ik dacht vroeger dat speed was dat ze sneller renden als ze je wou vluchten. Ja. Nee, dat is echt turn-based. Dat je dus zeg maar eerder aan kan vallen. Of soms misschien als jouw speed dubbel zo snel is als je vijand dat je twee keer achter elkaar aan kan vallen. Dus Oké, nou wat we hier dus nou moeten doen is we moeten deze orbs kapot maken. En die boom die ziet er nogal raar uit. Het is net alsof dat hij twee snottenbellen heeft. Een groene en een rode snottenbel. Maar zo... Hey, wacht, is er geen marks meer? Ik bedoel, Mario en Luigi kunnen nog wel heel even blijven hangen. Dus dat is geen enkel probleem. Zo. Dus moeten we weer tegen elkaar botsen. Luigi, dat is nogal creepy. Oké, nou krijgen we dus zeg maar de tutorial hoe dat we met hamers moeten vechten op het moment dat we dus zeg maar met z'n vieren zijn. Dus ja, dit is weer een tutorial hoe dat we dus zeg maar moeten aanvallen en hoe dat we ons moeten verdedigen. We moeten dus nou de hamer gebruiken en dan druk je dus op X. En dan moet je eerst zorgen dat je op A drukt zodat Mario, zeg maar Baby Mario, omhoog drukt. En dan moet je met X drukken zodat je dus zeg maar de baby gebruikt als een extensie van jouw hamer. Komen er nog wel eens onweervideo's op je kanaal wanneer het onweert? Ja, ik probeer dat zeker in El Gaming Boy. Maar het probleem is, hier in mijn buurt onweert het de laatste tijd niet echt veel. Dus daar baal ik eigenlijk best wel veel van. Dus mijn excuses nogmaals daarvoor. Oké, nou en B. En dan weer I. Ik ben niet echt een liefhebber van de hamer aanvallen op deze manier. En oh, ik let er niet op. Ja, ik weet het. Ja, ga weg. Op, fiets hem. Dus ik heb helaas de laatste tijd nog niet echt veel geluk gehad met onweer. Dus mijn excuus daarvoor. Oké, X. En poef. Extra damage is altijd gunstig. Oké, kunnen we jou verslaan? Nice. In een bos viel het ook eigenlijk best wel mee. Want ik heb het op de radar meegemaakt en of ja, in de gaten zitten te houden. En het heeft wel geonweerd, dat wel. Kijk, heb ik wel de goeie, want ik ben al aan het praten tegen de chat, terwijl dat ik ook eigenlijk moet opletten. Maar het heeft wel geonweerd. Er was toen een bui ontstaan net boven de bos. En het probleem was, ja, in Gelderland heeft het zeker hard geonweerd en in Utrecht ook. Het probleem was namelijk, het had geonweerd. De onweer was ontstaan, zeg maar, net bij Nijmegen, net omgeving de bos en dus allemaal naar het noorden toegetrokken. En ik had hier mijn camera al klaarstaan, hopende dat ik hier mooie stralen te pakken kon krijgen. En ik heb hier wel wat flitsen gezien, maar niet op camera. En het probleem was, het ging allemaal zo snel richting het noorden toe. Dus naar Gelderland, Utrecht, heel, alles wat dus zeg maar richting het noorden ligt van Den Bosch toe. Dus dat is eigenlijk bijna heel Nederland. En wij hadden dus helemaal bijna geen onweer meer gehad. Wat eigenlijk best wel jammer was. Maar goed, we hebben in ieder geval nou, zijn we weer verenigd. We zijn weer samen. En dat betekent dus dat we eindelijk zeg maar nou onze hamers hebben. En tot we dus nu eindelijk verder kunnen richting waar we ook naartoe zouden moeten gaan. Dus dit kan heel interessant worden. Oké, nou eerst eventjes hier de cannonballers pakken en... Damn it. Oh ja.
Deze gebruiken eigenlijk een beetje precies dezelfde tactiek als de vorige. Als ze draaien, dan moet je springen met Mario en swing van de zon. Deze mushrooms die ze vast hebben, in de volgende beurt zouden ze die op gaan eten en dan zal dat effect hebben op de shroom. Het grappige is, de mushroom die ze nu vast hebben, dat is een poison mushroom. En dat is eigenlijk alleen maar gunstig als ze die eten, dus ja. Dan zullen we nou dus zien, oh hij heeft nou een super mushroom, daar willen we zeker uitkijken. Kijk, want als hij hem dus zeg maar opeet, dan krimpt hij en dan komt hij dus aan en dan is hij heel erg makkelijk te raken en dan doen we hem nog op veel schade. Een gewone mushroom maakt hem een stuk groter en op het moment dat hij groter wordt is hij moeilijker te ontwijken. Dus we willen zeker dat hij die kwijtraakt. En ze hebben best wel veel HP, daar sta ik eigenlijk best wel van te kijken. Oké, nou ik ben een grotere fan van de jump aanval als van de hamer aanval. Hallo. Hallo. Wat leuk. Ja, denk jij nou echt dat ik jou daar de kans geef om die te eten? Echt niet, hè? Ik vind het wel grappig hoe dat de vijanden nou eigenlijk ook die mushroom zo gebruiken. Oké, Mario, level up. Mooi. Kunnen we power upgraden? Dat zou heel mooi zijn. Concentratie. Kijk, hè, we hebben hem weer te pakken. Oké, krijgen we dat ook bij Luigi voor elkaar? Ik ben een liefhebber van power, jongens. Mijn excuses daarvoor, maar oké. Juist, ik ben weer terug. Ik heb hem weer. Oké, nou. Dat is eigenlijk best wel mooi zo. En oké, nou, die spiny die negeer ik gewoon. Oh, dat is goed. Nieuwe vijand. Oeh. Die wil ik wel eventjes laten zien. Laten we eerst even jou even weghalen. Ik wil zeker die nieuwe vijand laten zien. Dus ja. Oh, you spin me right round. En dan krijg jij de kans niet voor om die te opeten. Ken ik jou nou misschien in één beurt? Juist, Lucky. Ik hou ervan. Wat is er? Hij is er weer. Wie is er weer? Wat is er weer? Hoe is hij er weer? Waarom is hij er weer? Hoezo een half wit gesneden? Oké, nou, ik wil eigenlijk die UFO hebben. Yeah. Kijk. Oh boy, oh boy. Oké, dan was ik even vergeten hoe dat die ook alweer werkte. Oké, Mario is poisoned. Dat kan gevaarlijk zijn. Deze die zijn enorm lastig om te dodgen, dus die wil je eigenlijk zo snel mogelijk raken. En hop. Ze kunnen soms wel eens twee keer aanvallen, dus daar wil je zeker voor uitkijken. En ja, Mario die is nou gepoisoned, dus die neemt nou schade. Nou hij is al gelijk van de poison af. Dat is wel gunstig. We gebruiken wel de hamer. We gebruiken hem wel. Hoppakee. Poef. Yep, lef. The magic is back. Mis ik iets? Mis ik iets? Ik weet niet waar de chat het over om... Waarom kijk ik nou naar mijn microfoon? Mijn microfoon die kijkt niet naar jullie toe. Ja. Laten we naar de microfoon staren. Oké, eventjes een mushroom aan Mario geven. Dat lijkt mij eigenlijk best wel een goed idee. Mushroom. Voor de rest hebben we niks nodig. Luigi is zo langzaam. Niks persoonlijks, Luigi player. Sorry dat ik zo langzaam ben, hoor. Ik kan er ook niks aan doen. Oké, ik zie weer een bean. Nou, beans zijn nog heel erg makkelijk te vinden. En er is zelfs een plekje, die vind ik een beetje broken. Maar daar kun je zo makkelijk beans halen. Maar goed, trouwens, hier hoeven we eigenlijk nog niet te saven. Dit is nog... Nee. Dit is een beetje, zeg maar, weer dat tot we weer een beetje experience op kunnen doen. En dat we goed op moeten letten hoe en wat we alles doen. Dus we moeten goed uitkijken, want hier moeten we dus zeg maar onze babybro's weer... Ik haat die beesten. Zeker dat ze spannies droppen. Oké, we moeten nou wel hierheen. Oké. Baby power! Hebben we hier een marking? Nee, Ik wou niet met jullie vechten. Jullie zijn stom. Jullie zijn stomme spannies. En nou ben je gedazed. Nou kun je nog niet eens wat. Oké, dan valt alleen hij aan. Nee. Gewoon. Zo, valt. Huh? Valt hij nou twee keer aan? Zoals ik al zei, ze kunnen twee keer aanvallen, maar dat is eigenlijk heel erg rare. Dus je moet echt goed opletten. Ik probeer de hele tijd naar de chat te kijken, dat moet ik dat niet doen. Zeker niet in een battle. Oké. Ik vind het wel grappig. In sommige Mario games kun je spelen als Toad, maar die eten ook mushrooms. Dus het is eigenlijk cannibalisme. Of niet, want... ik bedoel... Toads zijn van de Mushroom Kingdom, maar het zijn niet echt zelf paddenstoelen, maar ze lijken op paddenstoelen. Maar dat is maar een theorie. Ja. Oké. That's just a theory.
Ik kon niet laten, jongens. Oh, nee. Oké, gelukkig. Oh, ik haat het weer zo erg. Die groene bol is echt raar. Helemaal mee eens. Oké, dat was te vroeg. Die is op tijd. Val je nog een keer aan? Dat moet er hartje uit. Hey. Oh, ik vind die hamercomment echt. Dus. Ik weet niet of jullie het al een beetje door. Oh boy. Ik ga het. Waarom val ik jou niet aan? Serieus, ik moet jou aanvallen. Daar, hoppakee. Ik vind die hamercomment echt vervelend. Ik ben zelf echt geen liefhebber van hamers. Ik gebruik liever items dan dat ik hamer moet gebruiken. Maar goed. Een game theory. Ik dacht al, waar blijft die? Delay op de Twitch. Oké, dat maakt niet uit. Oké, power. Kunnen we die? Ik zie één drietje. We gaan ervoor. Kijk. We hebben hem echt weer te pakken. We hebben hem echt weer te pakken. Die gaat alleen maar goed. Oké, nou. Kunnen we hem... Oké, ik zie weer één drietje. We hebben hem, jongens. We hebben hem. Gaat weer lekker. Ben ik blij om. Dus, Oké, nou kunnen we jou gewoon negeren? Daar zou ik heel blij om zijn. Mooi. Ik heb echt zo'n hekel aan die gasten. Oké, nou zit er hier dus zeg maar een speciale minigame. Als je dus bovenop de map kijkt, zie je dus zeg maar dat er een lege kamer aan de linkerkant zit. Dus als we deze deur in zouden gaan komen bij een speciale kamer uit. Daar zit een secret to everybody en die wil ik jullie zeker laten zien. En stop nou eens met die stomme spiny beesten. Oh, ik haat die dingen zo erg. Auw! Niet lief. Oh, Mario is weer gepointend. Hoi. Stout spiny beest. Oké, nou. Eerst eventjes dat stomme ding uitschakelen. Ik blijf poisoned. We gaan gewoon even een... We gaan gewoon een broodflauwe gebruiken. Button bashen! Oh, nou dat was hij al. Oké. Ja, Mario wordt ook ziek van die vijanden. En ik vond het wel grappig, want Gamepit die zei dat zo mooi laatst. Die zei zo mooi van... ja, ook wel bekend bij ons als Mario. Ik heb namelijk E3 videootje gemaakt van de Nintendo E3. Ik gebruik hier gewoon een vuurbloem voor, jongens. Dus ja. En hij zei dat dus ook al eigenlijk zo mooi van... Ja, hij staat eigenlijk meer bekend bij ons als Mario bij evenementen. Dat is eigenlijk wel zo. Want bij evenementen van Gamepit ben ik eigenlijk bijna altijd Mario. Dus Oké, nou. Als we dit allemaal nog goed kunnen counteren, dan zijn we al klaar met dit gevecht. Dus... Nou, want ik weet niet waar je mee bezig bent, maar... Ja. Oké, we hebben weer een green shell erbij gekregen. Hartstikke leuk. Niet dat we die nodig hebben, maar... Misschien voor die vijanden. Oh, dit is toch zo'n... dat we hier moeten samenwerken. Oké, dus we hebben nou team baby. Terwijl team boven. En we hebben dus zeg maar team onder. Ik wil zoveel mogelijk spinies wil ik eigenlijk dus zeg maar proberen te negeren. Dus ja, ik weet dat je de E3 hebt gezien. Maar wij zijn dus zeg maar met Gamepit zijn we dus bij Nintendo geweest. En dat is dus die nieuwe video. Tot we dus bij Nintendo zijn geweest. Dus... Het was echt heel gezellig. Ik heb er zelfs een leuke USB-stick aan overgehouden. Dus, een paar stickers. Ik heb mijn telefoon een beetje geüpgraded. Ik zal er heel even voor de grap laten zien. Ik heb, op mijn telefoon heb ik hier nou een paddenstoel-stickertje geplakt. En dan heb je hier een Mario-stickertje. Vond ik eigenlijk best wel grappig, want er zaten ook stickers bij. Waarom weet ik niet, maar vond ik wel leuk. Hele unieke Mario-pen. En deze USB-stick die ik dus heb gekregen, die er ook bij zat. En daar zat dus zeg maar de fotomaterialen die ik in de video heb gebruikt. Die heb ik dus zeg maar, die stonden daar dan zeg maar op. En ja, die staat al op YouTube, die is al live. Dus die heb ik namelijk geüpload voordat ik ging livestreamen. En hallo, ik sprong te vroeg. Hij heeft nog maar 1 HP, ik ga het wagen jongens. Ik ben een daredevil. Ik heb een HTC, weet ik voor wat dus. Ik bedoel, ik kan daar mijn mail mee lezen als ik zeg maar weg ben. En ik kan Twitter en Facebook ermee in de gaten houden. Dus... En ik kan ermee bellen. Dan ben ik al eigenlijk snel tevreden erover. Dus ja, echt meer doe ik er eigenlijk niet mee.
Ik heb niet echt dat ik spelletjes speel op mijn telefoon of zo, want ik bedoel serieus, daar hebben we videogames voor, dus ja. Ik heb vroeger altijd eigenlijk een Samsung gehad. Maar het probleem was, ik had een evenement en het probleem daarmee kreeg ik in één keer tot mijn abonnement deed alles deed hartstikke goed. Maar in één keer uit het niets wou dat ding niet meer, wou mijn telefoon het in één keer niet meer doen. Dus ik zou het echt niet weten, Luigi Player, welke het is. Dus wacht, dan moet ik hier zo. En dan moeten we met Luigi en met Mario. Dus, maar ja, ik had een evenement en met Samsung die wou in één keer niet meer aanspringen. En dat was de Galaxy 2, geloof ik. En toen ben ik zo snel mogelijk gegaan naar de telefoonzaak. Want ja, ik had mijn telefoon toch echt heel erg hard nodig. En hun wisten niet wat er mis was. Toen ben ik naar de telefoonreparatiezaak gegaan en die wou hem dan opsturen. Maar dat duurde dan weer zo lange tijd. En het probleem wat ik daarmee had is... Ja, ik had de dag daarna had ik eigenlijk al het evenement en dan moest ik gewoon mijn telefoon bij hebben, dus ja. Dus hij deed het niet meer. En toen heb ik dus zo snel mogelijk een nieuwe telefoon moeten regelen. En Telfort die hielp mij gelijk door dus zeg maar een nieuwe telefoon te ritselen. Dus nou, zo ben ik aan de HTC gekomen en vandaag de dag doet hij het nog steeds heel erg goed. Dus ik ben er heel erg blij mee, dus ja. Oké, nou laten we eventjes Mario dan maar zijn paddenstoel geven, want die staat hier zo erg te knipperen. Arme Mario. Dus voor de YouTubers trouwens, ik weet het, vandaag wordt het weer heel erg warm. Het weerbericht met Zelda Play 20. Dus... Mailgeluid! Hartstikke gezellig. Alles is gezellig vandaag, ik weet niet. Ik vind alles zo gezellig. Jij schiet op Mario. En die mag jij dadelijk opvreten. Die mag je hebben. En jou gaan we aanvallen, want ik wil niet dat jij super gaat worden. Ik weet het, ik zou het een keertje eigenlijk kunnen laten zien wat dat eigenlijk doet. Maar aangezien dat het niet zo indrukwekkend is als dat het lijkt, heb ik zoiets van, nee. Oké, hij wordt kleiner. Ja, ik zit inderdaad bij Telfort, dus ik heb dan eigenlijk... Ik zit er al bijna 10 jaar of zo. Trouwens al langer. Ik zit al een behoorlijke lange tijd eigenlijk bij Telfort, dus... En ik heb eigenlijk nooit problemen met Telfort gehad, dus ik had eigenlijk zoiets van, ja... Waarom zou ik over moeten stappen naar een ander als ik tevreden ben met de dienst waar ik nou bij zit, dus... En dat is niet reclame maken of promotie of zo, dat is gewoon eigen ervaring, dus... ik word niet betaald om het te zeggen of iets, wat heel veel mensen denken als je zoiets op YouTube zegt, maar... even kijken, kennen we power? Nee, kennen we... Ja, HP vind ik onzin. Oh, daar zit zelfs 5 tussen, oké, dus het is 4 bij 4, oké. Ah, net te laat. Dammit. Oké, je hebt daar een biertje. Speed. We gaan even voor Luigi gaan we speed proberen. Oké, 5 pakken we. En weer te laat. Het is een nieuwe roulette, dus ja, dan is het moeilijker om te mikken. Oké, nou, ik zie hier niks nieuws. Maar hier zit dus een minigame en die wil ik jullie zeker laten zien. Ik vind het eigenlijk best wel grappig hoe dat ook wordt uitgelegd hier. Het is volgens mij de eerste keer dat we zo'n minigame tegen gaan komen. Dan heb je dus zeg maar hier heb je de tekstuitleg. Dat staat in Shroomish. En dan staat er dus piggyback, man jump, baby jump, hit, high block, joy. Dus ja. Wat we dus moeten doen is je moet dus zeg maar springen en dan met baby Mario of dat met Luigi, maakt niet echt zoveel uit. Moet je dus zeg maar een hoge sprong maken. En zo kunnen we dat blokje dan raken. En dan krijgen we dus zeg maar 4 knopjes. En dan zien we dus een balletje met licht, zien we dus zeg maar ergens naartoe gaan. En dat balletje, naar welk blokje dat die gaat, daar wil je dus zo snel mogelijk tegenaan springen door op de juiste knop te drukken. Elke punt die we krijgen geeft dus zeg maar 10 muntjes en je kunt hier enorm veel muntjes bij krijgen. Dus laat ik nou eens heel even goed gaan concentreren. ...370 muntjes, dat is nogal goed. Oké, nou daar ben ik zeker tevreden over. Dat is gunstig. Ik bedoel, dan kunnen we dadelijk leuke equipment en items kopen. En ik zie weer een heleboel vervelende beestjes aan die kant zitten. Ik ben echt geen fan van die beesten, jongens. Echt, oké, nou eerst even deze even pakken. Cannonballers, dat is altijd handig. Ik ga jullie gewoon negeren, jongens. Niet de kijkertjes, maar deze gast hier. Ah. Je kan mij niet... Ik moest mijn mond erop doen, hè. Ik moest gewoon mijn mond erop doen. Oké, nou. Ik snap niet hoe dat die faalde, maar het zal wel goed zijn. Oké, nou, je hebt een poison shroom. Jij doet schiet. Oké, jullie hebben allebei een poison shroom. Moet ik
Nou drukte ik op de verkeerde knop. Heel erg slim. Dus, maar goed, om eventjes terug te komen over het weerbericht. Morgen wordt het dus weer bijna 30 graden. En oké, voor de sake, ik zal laten zien wat er gebeurt als ze dus zeg maar zo'n grote schoen opeten. Dus laten we hem maar gewoon negeren. En hij overleeft. Nee, ik zei dat we het zouden gaan negeren. We gebruiken gewoon een mushroom op Luigi. Oké. Dus nou zul je hem dus groter zien worden en dan komt hij dus echt afgerend op je. En ja, dan doe je hem dus veel minder schade als je dus countert. En als hij mini wordt, dan doe je dus heel veel schade als hij countert, want zijn defense gaat ook omlaag. Dus je kunt ze beter klein hebben en ja, hij valt volgens mij ook vaker aan, maar hij had nog maar heel weinig HP. Dus daarvoor konden we niet echt goed zien dat hij vaker aanviel. Maar first strike. Jij hebt niks tegen mij. Weet je wel, laten we gewoon eventjes weer even vuurbloemetje gebruiken. Karma! Karma is een biatch! Oké, nou, we hebben in ieder geval weer goed aangevallen. Die gaat naar Mario. Doe je in een pirouette dungeon en dan ga je naar Luigi. Dat moet ze zelf weten. Ik kan niks doen. De ene keer vallen ze twee keer aan, de andere keer vallen ze maar één keer aan. En daarna hebben ze allebei een mushroom, dus ben ik eigenlijk helemaal niet blij mee. Maar goed, laten we maar zorgen dat er... Oh, hij is opgeslagen. Oké, dat maakt niet uit. Klein is fijn, house. Die meters op de achtergrond lijken wel op een gezicht. En ik denk dat dat ook eigenlijk de bedoeling was van Nintendo kennende. Denk ik dat dat eigenlijk wel een beetje hun idee was van... dat ze dat wouden doen ofzo. Dus... Oké, nou we hebben hier dus zeg maar weer zo'n obstakelroute. Waardoor dat we dus als baby Mario Luigi dus weer een plateautje moeten gaan halen. En dit is mijn minst favoriete soort van puzzel in... ja, dit spel eigenlijk. Dus even kijken wat we hier allemaal hebben. Want ik wil wel die metertjes nog zien. Oké, we hebben hier gewoon... Oké, dan gaan we gewoon zo kijken of we hier blokjes hebben of iets. Oh, ik zie het al. Oké, dus we moeten deze aanraken. Dan gaat daar een brugje komen, neem ik aan. Waarom hebben de baby bros altijd vijandjes en de Mario bros eigenlijk niet? Ik vind het best wel gemeen. Ik bedoel, die... Het zijn babytjes! Babytjes laat je toch niet zomaar vechten, of wel dan? Ga omhoog. Jongen. Oké. Okay. Dan wachten we weer en dan gaan we die kant op. Dan gaan we... Oh, ik zie daar een Mario blok. Twee Mario bloks. Oh, stoppen. Kan ik er nog bij? Yeah. Oké, dat zijn mushrooms. Nee, ik wil naar beneden. En ik had beloofd dat we in deze livestream dus zeg maar de baas zouden gaan doen. Dus nou hoop ik ook dat we bij een baas terecht zouden gaan komen. Dat zou eigenlijk ideaal zijn. Dan zijn we bezig. Nou, pas drie kwartier dus. Tijd zat! Oh, kijk nou toch eens. Nou, dat was niet echt veel. Nou, ik had wel wat meer verwacht. Oké, nou dan kunnen we hier naartoe. En... Oh, kan ik dat eens alsjeblieft... Nee! Oké. Ik haat die beesten. Dag de beetje Willem, hoe gaat het met jou vandaag? De zon schijnt prachtig, vandaag is een ideale temperatuur. En hoe gaat het vandaag met... Ja, ta. Ik haat die beesten. Ik haat... Nee. Oké, blijf daar boven. Goed zo. Gehaald. Echt, ik heb een hekel aan die spiny beesten. Gezellig dat je er bent. Alles bent, zeker als je er bent. Oké, volgens mij is het nou tijd voor de... Ja, volgens mij is het nou tijd voor de baas. We zijn weer twee levels omhoog gegaan. En deze baas die kan best wel pittig zijn. Dus ik doe heel eventjes een slokje drinken. Ja, je hebt natuurlijk ook mijn broertje. Die zegt dan gelijk zo van... Hey, hoe gaat het? Hallo, alles kids, hoe is het met je moeder? Dus ja, Efteling vlog. Oké, tijd voor een boss battle. Oh ja, de Wiggler. Maak je geen zorgen, dat is niet echt spoilers. Ja, dit is onze baas. En dit is eigenlijk best wel hilarisch. Dus die Wiggler die zorgt er een soort van voor tot... ja, de shrooms gepowered worden of zo.
Want hun batterij is leeg. Oké. En de baby's die zorgen ervoor dat we dus probleempjes krijgen. Doe het niet! Luigi is te laat. Wiggler wordt boos. Misschien had ik beter eerst even maximaal kunnen healen of zoiets. Oké, dus dit is de Wiggler die we daar zo nou moeten gaan verslaan. En nou moeten we dus zeker heel erg voorzichtig zijn. Want Wiggler is, zoals je dus ziet, op dit moment heel erg boos. Hallo luchtballon. Nevermind. Goed, de Wiggler, op het moment dat hij dus zeg maar boos is, dan kun je bijna geen schade doen, aangezien dat zijn defense enorm hoog is. Dus, we gaan het gewoon proberen. Zoals je ziet, we doen bijna geen schade. En op het moment dat je hem dus zeg maar dan raakt, dan countert hij met een shockwave. Sorry, met 3 shockwaves. Dus eigenlijk wil je hem daar niet meer raken. En hij countert ook nog eens een keertje met een poison cloud. Oké, jij schiet... met een Mega Mushroom. Sorry. Oké, daar hebben we hem. Nou hebben we dus zeg maar, zien we 2 verschillende mushrooms. En we weten tot op het moment dat we de shroom zeg maar raken, tot die mushroom dan zeg maar verloren gaat. In deze boss battle werkt het anders. Dan gaat die shroom zeg maar, die gaat niet verloren, maar die gaat dan in het drankje wat die Wiggler daar heeft staan. Dus we willen ervoor zorgen dat de poison shrooms in dat glaasje komen, maar niet de rode shrooms, want dan geneest hij namelijk dus. Laten we dus eventjes gelijk die Dr. Shroop daar even aanvallen. En dan zie je dus zeg maar dat het drankje dus een beetje gifkleurig gaat worden. En tot die andere rood wordt, ja, dan wordt hij maar even rood. Dat is dan heel erg jammer voor hem. Kijk, nou drinkt hij daar. En dan wordt hij ziek. En daar ben ik eigenlijk best wel blij mee. Oké, nou hij eet zijn eigen shroom op, dus dan hebben we een gigantische... Oh, hij komt maar 1 keer. Nou, dat is een voordeel. Je hebt een super shroom, daar ben ik geen fan van. Maar ja, we moeten nou sowieso dus zeg maar de baas aangevallen. Dus laten we cannonballers gebruiken. Hij heet Swiggler. Het is een Swiggler. Ja, Swiggler. Oké, nou, op het juiste moment moeten we de juiste knop indrukken. Dus Luigi, Mario, Baby Mario en... Oké, bijna goed. Bijna goed gedaan. Dat kunnen we nog een keer. Dat kunnen we beter. Oké, allemaal het kanonnetje in. Oké, we beginnen met Baby Luigi. Oké. Go, 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 go! Kijk, negatief damage. Zo willen we dat doen. Wordt hij alweer boos? Ja, hij wordt alweer boos. Dat is eigenlijk best wel balen. Wat doen die 2 daarboven? Die laten zien wie er aangevallen wordt. Allebei en allebei. Oké. Dus 2 keer allebei. Oh. Nou ja, gewoon springen. Gewoon met beide springen. Maakt niet uit. Dood je als een pro. Maar hij is weer boos hoor. Oh, daar komt hij weer aan met zijn smokescreen. Daar ben ik aan. Afgekeurde Pokémon! En Mario is weer ziek, hè? Mario wordt er ziek van. Oh, mooi. Oké, hij komt er nou aan. Meneertje Giant. Hier, krijg een hamer in je gezicht. Nou, we hebben weer een kans om de Wiggler te vergiftigen. Dus daar ben ik eigenlijk best wel blij om. En die andere die heb ik ook zin om schade te geven. Nou, eigenlijk kon ik een refresh room gebruiken, maar daar heb ik hier zin in. Ik bedoel, het is niet dat mijn power omlaag gaat of zo, dus... Oké. Nou, dat is eigenlijk best wel gunstig wat hij daar nou heeft. Op het moment hebben ze... Oh, ze hebben allebei... Ze hebben allebei nou een poison room, dus... Je wil sowieso ervoor zorgen dat het glaasje zeg maar vol met vergif blijft zitten. Dus dat is sowieso heel erg handig. En ik denk, ja, ik weet het, ik kan hem... Ik wil hem aanvallen. Ik wil hem gewoon 90 schade weer doen. Dus cannonballers. Ja, ik weet het, maar ik was te dom op dat moment. Ik was echt dom. Oké, go, 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 go! We hebben hem al! Screw een refresh room. En die Dr. Shroom die heeft zoiets van, screw it, Swiggler is weg. Swiggler. En hij rent gewoon weg. Oké, krijgen we een level up? Oké, we hebben de cannonballen terug. En ja, we hebben level ups. Mooi. Oké, kan ik power weer upgraden? Dat lijkt me geweldig. Nee, power gaat hem niet worden. Defense dan? 2 keer 5. Oké, 1 keer 5 en dan de tweede 5 pakken we. Kijk. Nou, hij kan behoorlijk moeilijk zijn. Je moet echt weten hoe dat je hem benadert. De eerste keer toen ik hem speelde had ik er best wel veel moeite mee, dus ik wil jouw speed echt omhoog hebben, Luigi. Oké, 4-4.
Kijk. Nou, Luigi speed moet echt omhoog. Oké, nou, we hebben eigenlijk, volgens mij hebben we een... dat iedereen een levels omhoog gaat. Dat moet eigenlijk wel anders zijn. Oké, we zien 2 3's. En te laat. Jammer. Wacht, hoe ziet jouw power eruit? Oké, nee, dan gaan we voor defense. Ah, weer jammer. Oké. Nou, dat was dus zeg maar die baas. En daar krijgen we dus een Cobalt Shard van. Dat is onze tweede alweer. Yay! Yay! Hoe? Hoe? Jullie spinnen non-stop en nou raak je in één keer de Cobalt Shards kwijt aan Bowser Jr.? Losers! Thought you could get away with stealing my treasure from my castle, did ya? It's payback time. I'll take my treasure. Plus, whatever you just pick up as a compensation. Losers, me. Prince Bowser, let's cram. Losers, me. Ja, daar kan ik helaas weinig aan doen in El Gaming Boy. Dat is best vervelend. Kill Fate! We finally succeeded, kan ik aan Marietus hebben gezworen en now this happened! Seems like all in the day that we must return to our own time and rework our strategy. Ach, hou toch je mond. Ik heb geen flauw idee, Crash Lover. Ik heb geen idee hoe Bowser dat voor elkaar gaat krijgen. Alsof dat die dubbelteam heeft gejat van Pikachu of zo. Ik weet het niet. Nou, ondertussen dat we terug gaan, kijk al even kijken wat die fanmail was. Dus, dus op Nintendo, de Jumping Sheep. Ik zou wensen dat ik daar kon zijn. Ja, ik wenste dat ook. En op dat moment belde Brian mij op het laatste moment. Dus, maar goed, we zijn dus weer teruggekomen in onze eigen tijd. Ja, dat... Oh, die koffer, ik haat die koffer. Echt zo gruwelijk. Maar Vie is nog irritanter. Iedereen die blijft mij daar vragen. Wie is irritanter? Navi of Vie? Dat koffertje. Een koffertje is irritant, maar 4 is irritanter. Echt, geloof mij maar. Oké, nou, we willen in ieder geval dus nou langs IGAT. Dus... Laten we dan maar gelijk al eventjes doen. Mushroom! Nou, laten we maar eerst even kijken wat IGAT te vertellen heeft. Hallo! Toink, toink. Jacco, Jacco! About time you boy showed! Rennen to some pissnicky obstacles, did you? Yup, altijd weer. I'm in deep shame cycle, professor. Oh, dit is de koffer. I'm in deep in the shame cycle, professor. We nearly had a pair of fragments, but the young Bowser fellow made up with them both. Now, no need to be at your letters. Okay. There's been new time holes popping up here faster than toast on a Sunday morning. Serieus, ben je de afgelopen week in Nederland geweest? Dan weet je wat toast is. Dus, sorry Stefan, ik ben dat livestream vergeten, maar ik ben weer aan het... Is niet erg als je net vergeten bent, het wordt toch geüpload op YouTube, dus dat is geen enkel probleem. Hartstikke gezellig, hartstikke leuk dat je erbij bent. Dus, Oké, maar goed. Daar ben je nieuw. Ja, dat had ik al voorgelezen. Livestream, jongens. Leuk. Oké, dus we moeten nou naar degene op het dak. And I tell you, one of them is giving a tremendous goal at star energy readings. I have no doubt that that's the time hole you want. Yep, that's why baby Bowser made his escape. Mario, Luigi, we must chase. Well. We must... Look now, before you rush off, I think it would be wiser to be the rest of the castle. And another thing, there's a noisy fellow from the path running along with a baby. He's a toastwort wearing the garden. Can you make sure that he's no hoopla out of there? Or something, weet ik veel, iets in die trend. Dus we moeten sowieso naar die toastwort toe. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik eerst eigenlijk eventjes een kijkje nemen in de shop. Ik weet het Twitch wel, omdat het een van mijn favoriete werelden. Oké, laten we eens even kijken. Dit zijn bro's items. Weet je wat, we gaan eerst even kijken bij equipment. Voordat we dat gaan doen. Dus, Kampak! Dat maakt zelf wel uit. Oké, laten we eens even bij equipment gaan kijken. Deze die zorgt 2 keer voor power. En even kijken, deze die gaat naar
van... Oh nee, deze is defense. 74 en 75. En deze die gaat van die... Oh, dit is allebei defense. Oké. Okay. Maar deze die geeft... Wacht even. No much to look at. Oké, even kijken. Waarom is deze dan meer waard? 75. Oh, deze geeft veel. Deze geeft een veel grotere boost eigenlijk. Die kopen we allebei. Ja, eentje voor Mario. En eentje voor Luigi. Oké, welke is hier eigenlijk beter van? Extra defense. Power gaat wel omlaag bij Mario. Met 5. En defense gaat best flink omhoog. Ik denk dat ik hem alleen voor... Ik denk dat ik hem alleen maar aan Luigi ga geven. Oké, wat voor badges hebben we nu? Eens even kijken. Slightly increased points recovered by using shrooms in battle. Even kijken hoor. Ja, op het moment dat je inderdaad met E-Gat praat, dan krijg je de muziek van, ja, van Luigi's Mansion. Ik zit wel even te denken, want even kijken, schroom. Ja, increases. Welke badges heb ik nou eigenlijk geëquipt? Dat vraag ik. Selfish badge, nothing. Oké, we hebben dus niet echt veel badges op dit moment. Weet je wat, ik ga Luigi eventjes de experience badge geven. Coin badge hebben we niet nodig en die andere badges eigenlijk ook niet. Dus laten we het gewoon eventjes zo houden. En qua selling, dan kunnen we dus nou zeggen van al die broeken die we hebben, die kunnen we dus nou zeg maar mooi eventjes verkopen die we niet meer gebruiken. Dus dat doe ik ook eventjes. Ik weet dat ik heb de let's play gezien van Luigi's Mansion. Ja, daar heb ik inderdaad, die heb ik toen gedaan. Omdat er was toen ook heel erg veel request naar. En heel veel die vonden hem inderdaad super leuk. En dan ben ik nog steeds blij omdat hij goed ontvangen werd. Dus, oh, we hebben een wallet badge. Drop almost no coins with freeing from... Ja, die mag gewoon weg. Die gaan we niet, die ga ik nog niet eens equippen. Oké, we hebben genoeg qua gear. En nou wil ik wel even kijken naar onze bro's items. Maar volgens mij kan ik mijn favoriete item nou van de game kopen. En dat zijn namelijk... Nee, niet die items, bro's items... De Smash Egg, mijn favoriete item van de game. Oh, ik hou van deze dingen. Oh, dat zijn echt mijn favorieten. En Cannonballer, ja, we hebben nou ook Ice Flowers. Laat ik daar dan nog een paar van kopen, waarom niet? Dus... Hey CP, I know this isn't an L stream, but I'm just dropped to buy and say hi. Ah, that's okay, Big Russ. Yeah, this is for YouTube also. Big Russ is eigenlijk een vriend waar ik al heel erg lang mee vroeger ook samen heb gestreamd en alles. Dus Nederlands-Engels, bla bla. Oké, nou. Maar in ieder geval, Smash Eggs zijn mijn favoriete items. Wil ik echt, dat is geweldig. Die items is... Oh, ik hou van die items. Oké, nou. Laten we maar eens even kijken wat die andere twee knippige lichtjes daar aan de onderkant te doen hebben. Oké. Het meest irritante in dit spel begin ik toch te twijfelen is dat het koffertje of het gejank van Peach. Look lively now, Eldermee. We must please the princess. Put your back into it. I'm absolutely spent. Pull yourself together, man. Smile, I say. Smile. Toad words to younger. The princess, she won't. She won't stop crying. Tut-tut. Worry not, Eldermee. We're not yet begun to amuse. Arms out now. 3, 2, 1, Toad word twist. Jolly good, Eldermee. Our charge is giggling. Luigi vindt het heel erg boeiend. Oh yeah. Oh yeah. Ah, Masters Mario and Luigi, grown right up, haven't you? I'm quite up to speed on our crisis. Bit of a sticky wicket. The adulterous Peach, the kingdom, you must save it all. And I shall be right there if you do, rooting for victory. What's that you say, old bean? It's gewoon Luigi and old bean, geweldig. You wish to learn our move? Well, if it will help you fulfill your duties, of course. It would be an honor and a privilege. Come, practice away. Hut hut. Chin up, Aldemy. Mustn't falter now. We
We've taken to calling. This technique is spin jump. En dit wordt weer een tutorial die ik dus ga uitleggen. Ik zit eventjes zo de chat te lezen en ik zie jammer dat 3DS lastig is om op te nemen. Nogmaals, tot ik dit nu doe met de livestream wil niet zeggen dat ik heel erg veel op deze manier zou gaan streamen. Dit is eventjes een special. Maar de rest van DS/3DS games gaat pas echt komen op het moment dat ik een 2DS, 3DS, wat dan ook, capture card pak heb gekregen. Nou is Brian eventjes voor mij ook aan het rondzoeken naar die dingen. Dus mocht er een echte capture card te pakken kunnen krijgen, dan is de DS/3DS natuurlijk open voor het gebruik daarvoor. En even over Luigi's Mansion 2, die heb ik nog niet eens. Dus die heb ik ook nog niet eens gespeeld. Ik heb hem als een tutorial gedaan. En vergeleken met Luigi's Mansion 1 vond ik hem een beetje tegenvallen, om heel eerlijk te zijn. Dus, maar goed, ja, we gaan deze helemaal uitspelen. Maar goed, we krijgen dus nou een tutorial en die gaan we nou heel eventjes uitleggen. Are we quite ready? Good, commence the instruction. Ik hou van de Toad Word. Oké, dus we moeten nou als Mario en Luigi, de volwassen Mario en Luigi, hebben we dus nu ook een R-command. En als we die dus zeg maar gebruiken, dan kunnen we dus zeg maar een spin-aanval doen. Moeten we wel voor zorgen dat we onze Cobalt Charging kwijtraken. Dus, ja, het probleem is hierbij, op het moment dat je dus zeg maar, of ja, daar zit hier meer een probleem bij. Je wil kunnen zitten dan met Mario doen en daardoor kunnen we dus zeg maar grotere sprongen maken als dat we dat eerder konden. Omdat blijkbaar als je lang genoeg draait, zweef je. Logica is met een broodje gezond verstand, ik is midden mijn boter, laat ik het maar zeggen. Dus, oké, nou, we zullen het uit onze advantage gebruiken en dan zullen we een heel blij konijntje worden. Yay. I should think this spin jump will be a great success. Awfully hard to read areas. Now, to be up first, ultimate a new time hole, rescue our princess, hot hot, get to it, I need my tea. Serieus. You spin me right round, baby, right round with a Koopa, baby, right round, round, round. Oké, er zit hier een haartje. Irritant. Vervelend gewoon, oké. Goed, nou is het grappige. Op het moment dat wij dus zeg maar hier naartoe gaan, moeten wij dus hier naar boven toe en komen we dus eigenlijk bij een van mijn favoriete werelden. Nou, ik zit nou een uur ongeveer nou te livestreamen. Ik zie nou dat de video ook een uurtje op dit moment is. Wil niet zeggen dat we gaan stoppen. We gaan nog zeker een uurtje door. Maar zoals altijd... oh, wacht. Ik heb een vraag over GTA. Ik weet dat je Partners in Time aan het spelen bent. Dus ik begrijp als je dat niet... Nee, je mag het gewoon vragen. Dat is het voordeel van een livestream. Je mag het gewoon vragen. Vraag alsjeblieft. Nee, natuurlijk mag je de vraag stellen. Vraag. Vragen de vraag is wil. Vraag de vraag. Maar vraag de antwoord is de vraag die vraagt. Vragen. Juist. Dus nee, ga gewoon vraag maar raak. Ondertussen gaan wij hier naartoe. En doe ik heel eventjes een swapje, want zoals jullie weten, ik doe altijd zeg maar even pauzeren. En we spelen gelijk door, aangezien dat het op YouTube komt, maar doe gewoon heel eventjes een kleine swap. Dus ondertussen ga ik heel even wachten op die vraag. Dus kijk eens op YouTube. Ik denk dat jullie het beste nou dadelijk iets van 2 minuten door kunnen skippen. Maar ik wacht heel eventjes op die vraag. Dus... Want ja, zoals jullie weten, YouTubers, dit wordt niet bewerkt. Dit is gewoon 100% live. Dus alles wat in de livestream gebeurt, zien jullie nou op YouTube. Dus. Speel jij GTA 5 met een controller of met je muis? Ik speel het inderdaad met keyboard en muis. Ik had ook nog een vraag. Wat heb je tegen Legend of Zelda Spirit Tracks? Alles. Nee, ik heb er niet alles tegen, maar het probleem wat ik heb met Spirit Tracks is hetzelfde wat ik eigenlijk had met Phantom Hourglass. Ik was geen grote fan van de controls. Ik bedoel, alles doe je met de stylus en dat werkt in mijn mening niet als een Zelda game. Dat werkt gewoon totaal niet. En in Phantom Hourglass heb je nog een beetje het Wind Waker idee en alles. Alleen er is Exploration... ZP20 Studios, een goede avond. Ik zit midden in een livestream. Voor? Oké, nou dan is het in ieder geval heel erg belangrijk dat ik gewoon jullie kant op ga komen. En ik denk dat mijn kijkers daar ook wel begrip voor hebben. Dus ik ga het regelen en ik kom zo jullie kant op. Oké, tot strakjes. Graag gedaan hoor. Hoi hoi. Oké, jongens, een beetje een nare mededeling. Mijn excuses hiervoor. Ik krijg nou net een telefoontje.
Ik zal je al eventjes trouwens hier voor mijn webcam aanzetten. Dat is dus wel eventjes iets belangrijker. Even wachten hoor, jongens. Dan moet deze even aan en die moet weer uit. Goed, ik krijg net een telefoontje of ik heel eventjes vervoer wil zijn voor mijn vader. Die heeft zich eigen verbrand. Het is niks ernstigs of zo. Maar hij moet heel eventjes naar de huisarts en hij heeft geen vervoer. En daarvoor heeft hij mij gebeld. Dus ik moet zo snel mogelijk naar... Nou ja, niet zo snel mogelijk. Ik kan rustig aan doen dus, maar... Hij heeft mij hulp even nodig en dan is het natuurlijk een kleine moeite om mijn vader natuurlijk te helpen. Dus daarbij laat ik het voor deze livestream. Dus heb je nog een leukste momentje, vragen, laat het weten in de reacties. Deze livestream is dan maar een uurtje. Ik zal proberen zo snel mogelijk weer opnieuw te livestreamen. De video zou morgen geüpload worden. Dus ik zal namens jullie allemaal vast beterschap wensen. Ik denk dat hij dat wel leuk zal vinden. Dus in ieder geval alvast bedankt voor het begrip. Mijn excuses, maar ik moet nu dus gaan rijden. Dus dat weet ik niet. Ik heb niet naar details gevraagd, NL Gaming Boy. Dus in ieder geval bedankt voor jullie begrip. Op YouTube staan twee nieuwe video's, mocht je die nog niet hebben gezien. Er staat Agario met de update dat we vandaag gingen livestreamen en een paar andere vragen die gesteld werden. En we hebben de E3 Nintendo dinges gedaan, dus ja. Nou, ik hoop jullie in ieder geval bij de volgende livestream te zien. We gaan verder met deze serie. Hou er rekening mee, er komen ook livestreams van Terraria in het Engels. Ik hoop dat jullie de nieuwe webcam ook veel beter vinden. Laat het maar weten in de reacties. Jullie allemaal heel erg bedankt voor de supportchat. Echt heel erg blij dat jullie erbij waren. En ik hoop jullie de volgende keer allemaal te zien. Doei!